als ik zeg Mike Passanier, Badr Hari, wat zeg jij dan? 2-1-uit. Altijd al geweest? Voordat we samenwerkten niet, waren we altijd een beetje kritisch op elkaar. Tenminste, ik op hem. Ik vond gewoon dat hij een groot talent was en hij verspilde zijn tijd en energie, vond ik. Nou, toen zijn we samen gaan trainen. Vanaf eigenlijk de eerste training klikte het meteen. Waarom? Ja, ik zeg niet altijd dat het goed is. Misschien is dat het. Weet je, ik heb zo mijn eigen manier. Iedereen zei ook van, ja, hoe is het? Ja, tuurlijk is hij goed. Ja, als hij bij mij had getraind. Ja. Maar dat is de truc van de trainer. Om mensen naar de sportschool te krijgen. Ja. En ze te laten trainen en beter te laten worden. En dat hij in de ronde liep bij ons in de sportschool met een vest van 15 kilo om. Gewicht om zijn armen, gewicht om zijn benen, om zwaarder te worden, om die krachten op te zetten en vallen, opstaan, duiken. Talloze uren op de loopband, op de cross trainer. Ja. Weet je, ja. Dat is de truc van de trainer. Je zegt, nou weet je wat? Ja, gewoon nog even op die loopband. Ja, kapot man. Ja, en daar waar hij bij iedereen dan wegliep. Zeg ik van, nou, weet je? Mm-hmm. Bijvoorbeeld, weet je, als jij voor die loopband 10 minuten redt, 10 minuten. Ja. Ik zeg, en dan zijn we op 15. Mm-hmm. Nou, dan zijn we misschien morgen vrij. Nou, dan dacht hij, ja, 10 minuten voor niet trainen. Ja, dan kan je schud. Ga schelen. Ja, en dan op een gegeven moment was hij 20 minuten aan het lopen. Dan zei ik, morgen vrij. Hè? Dan zeg ik, nou, morgen zijn we vrij van lopen. Ja. Ja, dat heb je niet gezegd. Dan hebben we een hele discussie. Ja. En dan kon hij de humor waarderen. Ja. Weet je, dat ik het dan weer zo probeerde. Ja. Soms, maar nu is hij ouder. Dus nu kijkt hij zo, dat werkt niet meer. Maar dat is wel leuk om terug te kijken. Tuurlijk, dat is hartstikke leuk. Dat maakt een band, denk ik, tussen vechter en trainen. Tuurlijk, wel veel samen natuurlijk. Overal naartoe geweest, overal gedaan, overal gevochten. Dingen meegemaakt. Ja, vechten nou, tegen. Ja, tuurlijk. Snap je dus zo, dat is een beetje hoe het met ons was. Wat is nu de toekomst? Ik bedoel, gaat hij nog in Nederland vechten? Ja, natuurlijk, waarom niet? De toekomst is natuurlijk dat we, of tenminste, hij heeft volgens mij een contract bij Glory. Mm-hmm. Nog, en ik zeg volgens mij omdat ik ben al in de trainer, ik regel die zaken allemaal niet. Het is heel simpel. Snap je, dat op een gegeven moment dan word je er gek van, dan moet je met die bellen, met zus, met zo. Ja. Maar dan kun je niet meer lesgeven, want je zit de hele dag maar aan die telefoon. Ja. Je moet met die bellen, nou dan doe ik dat alleen nog voor die opkomende jongens. En dan, nou, dan heb hij, dan Jacques de Wit als advocaat en die regelt dat allemaal. En die belt, ja, hij moet dan en dan vechten. Nou, dan gaan we bellen. Nou, wanneer gaan we beginnen? Ja, ik zeg, nou ja, als je nou bijvoorbeeld vrijdag in Nederland bent, of het is de advocaat in dit geval, zegt van, nou, dan moet je vechten. Nou, dan bellen we weer met elkaar van, oké, is goed, dan vechten. Wanneer gaan we beginnen? We hebben 8 weken de tijd. Dan zeggen we, nou oké, we gaan nu beginnen. Of weet je, we hebben nog 12 weken de tijd, oké, is goed, we gaan nu beginnen. Ja. Even 3 weken, even het stof eraf halen. En dan nemen we even een weekje even afstand van elkaar en daarna gaan we weer aan de slag. Is dat een goed plan? Dan zegt hij, nou, ja of nee? Mm-hmm. Eén van de twee. En dan zegt hij, nee, ik wil eigenlijk in 1 keer doortrainen. Nou, is goed, dan gaan we het beginnen. Maar meestal, als puntje bepaald komt, meestal in 3 weken. Ja, want hij is nu aan het trainen. Hij is aan het trainen. En is het specifiek voor een wedstrijd of is hij gewoon zichzelf fit aan het houden? Nou, hij is zich eigenlijk fit aan het maken, want ja, ieder moment kan het komen. Want dat voor zonder belletje natuurlijk. En dan, ja, dan moet je er staan, snap je? En niet meer half en niet meer. Ja. Ik heb nog één brandende vraag. Ja. En dat is de vraag. Ivan heeft mij jarenlang getraind. Ik ben weliswaar bij mijn Jiu-Jitsu begonnen, maar Ivan heeft mij jarenlang getraind. En ineens las ik het bericht. Volgens mij kwam het via Instagram binnen, ik weet het niet zeker. Kwam het bericht binnen van Mike's Gym samen met Ivan Hippolyte van Gym. Ja. Waar komt dat vandaan? Voor mij was het echt breaking news. Je hebt twee toptrainers
Ja, ieder met die de grootste kampioenen hebben voortgebracht, die gaan ineens samenwerken. Ja. Dus je bent te vroeg weggegaan. Ben je nee. Nou, laatst, het is al simpel. Even kijken hoor. In 2008 of 2007. Ja. Toen was er een keer sprake van dat voorzitter weg moest uit de Waardensteeg. Ja. Maar Ivan en ik hebben een gemeenschappelijke kennis, Serge Vrezen. En die vertelde het zo. En toen op een gegeven moment zat ik te denken. En toen dacht ik, waarom gaan we niet een sportschool beginnen? Met Force Gym, met Mike Gym. In die tijd was Lucien ook een beetje zwervend, Lucien Carbine. Met Lucien Carbine. En misschien met nog één sportschool erbij. En iedereen houdt zijn eigen identiteit. Hè? Want daarom is Force Gym, Force Gym. We hebben gezamenlijke spanningsdagen. Als dat goed gaat, kunnen we ook gezamenlijke trainingsdagen hebben. Waarom? Het is heel simpel. De concurrentie ligt namelijk, denk ik, niet bij elkaar. De concurrentie ligt naar de wereld toe. En jij weet net zo goed als ik, als je geld wil gaan verdienen, dan ga je dat niet in Nederland doen. Dan moet je daarvoor naar het buitenland. Dus kun je beter met elkaar een goed product, ja, blok vormen naar buiten toe. En dat kwam daardoor natuurlijk toen Gilbert Ivan moest vechten tegen Vitor Belfort. Toen kwam Babalu 300 kilometer gereisd om met hem te trainen. Maar Babalu de enige Braziliaan was die knietjes kon gooien. Ja. En die ging die knietjes lopen gooien. En wij in Nederland zaten een beetje aan te lachen. Ja, die Ivan dit, Ivan dat. En uiteindelijk voor Ivan wisten we het allemaal beter. Ja, dat wist ik wel. Want, ja, maar dat is... Maar weet je, dan denk ik, maar waarom niet samen? Waarom niet met elkaar? Ja. Maar snap je, maar dat was de eerste reden. De tweede reden was, hoeveel mensen zijn er wel en die kunnen het even niet vinden bij de sportschool? Ja. Want, noem het maar op, ja, ik krijg geen aandacht. Ja, ik kan niet dit. Ja. Ik kan niet. Hé, die combinaties zijn te moeilijk. Dan ga je naar een andere sportschool. Niet dat hun combinaties minder moeilijk zijn, maar die andere trainer legt het je even anders uit. Ja. Ja, en dat was een kwartje. Ja. En, zeg je, en dan, na tijden, komt hij misschien weer terug. Snap je? Ja. Dat deed ik bijvoorbeeld met Justy Belgaroui gehad. Die was een jong jochie bij mij. Op een gegeven moment ging de sportschool in de fik. Ja, hij ging naar Chakriki toe, Pancratje. Heb daar tot de A-klasse gevochten. En opeens komen we elkaar weer op een gala tegen. We praten met elkaar. En hij zegt, ja, ik wil eigenlijk helemaal niet weg. Oké, laten we kijken of het werkt. En het werkt weer. Snap je? En misschien als jochie had ik het even niet gezien. Ja. Want had ik veel meer interesse in Myrtle. Ja. Bijvoorbeeld. Of in Fernando. Of in Jamie de Vries. Ja. Maar soms kan het ook zo zijn. En als je iemand in één gebouw hebt. Hè? Want ik, op die oude sportschool zat ik op 2 hoog. 1 hoog was vrij. Ja. Dan zou ik dan fitness beneden op 1 hoog doen. En dan boven allemaal matten. En dan... En een klein matje voor de leraar die eigenlijk zeg maar de minste leerlingen had. Maar vandaag heeft hij 7 leerlingen, kan hij op het kleine matje. Ja. Morgen heeft hij de 25, kan hij op de grote mat. Ja. Dat is dus wat nu gebeurt met Forsim. Forsim komt binnen. Hypo komt, Mark, wat kan ik? Dan ga je daar. Oh ja, kan ik daar? Weet je? Of ik zeg, nee, kan je daar? Nee, ik vind het daar fijner. Ja. Dan ga je daar. Dan schuift iedereen eventjes op. En klaar. Ja. En we hebben nu bijvoorbeeld, toevallig vandaag woensdag, hebben we een gezamenlijke spanningsdag. Donderdag is onze eigen spanningsdag, dan kunnen ze ook komen. Maar dat komt ook in het doel. En wie weet hebben we weer eens een gezamenlijke training. Ja, ja. Want in die gezamenlijke spanningsdag geeft Hypo eerst een paar combinaties om op te warmen, een paar dingetjes. En mijn jongens moeten gewoon meedoen. Ja. En niet vragen, niet naar mij kijken. Ja, ja. Weet je? Van hoezo maakt die hoek zo? Ja, nee, maar weet je, je leert iets erbij. Ja. En het is niet... van iemand die niks weet, weet je niet. Die praat over de K3 weer aan. Ja, ja. Snap je? Ja. Vroeger had je natuurlijk de K1, zwaargewicht. Mm-hmm. K2 tot 82, K3 tot 70. Ja. 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 Nee, 76 kilo. Ja, voor mij was het even breaking news toen ik het hoorde. Maar kijk, als ik zo je uitleg hoor, dan kan ik er zeker mee leven. Ja. Tuurlijk. En weet je het ook eens tegenwoordig? Kijk, als je als klare sportschool, wij zijn gelukkig,
geen kleine sportschool. Ik zal ook niet zeggen dat Vos een kleine sportschool is, want hij zat eerst samen met François. Ze zijn uit elkaar gegaan, dus François neemt een soortje leden mee, hij wat leden mee. Weet je, dan moet je beginnen. Als... En dan zeg ik van, weet je, waarom ga je, dat heb ik ook tegen hem gezegd, waarom ga je al die dingen op je hals halen? Laat mij die dingen regelen. Ja. Ik weet hoe het moet. Ja. Snap je? Ik zorg dat alles betaald is, zodat alles gedaan is. En ik zorg dat jij de dingen kan doen waar je van houdt. En dat is namelijk lesgeven en kampioenen produceren. Ja. Ja. En als al die moeilijke dingen weg zijn, snap je? Want ondernemen is moeilijk. Je hebt met allemaal regels te maken. Huisbouw. Ja, dat scherp zijn. Ja. Scherp. Ja. Snap je? En ik heb de mazzel dat ik een hele behulpzame mensen om me heen heb. Ja. Die tegen mij zeggen, Mike, regels zijn veranderd, dat weet je. En ik zeg, ja natuurlijk, weet ik veel. Zeg, ja, je moet even daar en daar op letten, ja, weet je. Vanaf nu moet het afval zo gescheiden worden, dat moet zo, dat moet zo. Oké, is goed. Nou, dan doe je dat 2-3 keer niet. Dan krijg je een bekeuring, en nog een dingetje eroverheen. En op een gegeven moment, weet je, dan komt de milieuheffing. Weet je, of dan, weet je, en ik snap best dat jongens daar eventjes niet bij stilstaan of niet bij stil willen staan. Nou, laten we dat zo doen. En ik moet ook eerlijk zeggen, weet je, ik denk ook dat het een enorme aanwinst is voor mijn sportschool. Want je kan nu lid worden van Mike Gym of je kan lid worden van Vos Gym. Maar je kan ook een combi-abonnement nemen. Dat je zegt, luister, ik voel me vandaag Vos, ik ga lekker bij Vos trainen. Ik voel me vandaag Mike Gym, ik ga Mike Gym trainen. Hij geeft overdag les, ik geef overdag les, we geven allebei 's avonds les. En ja, weet je, ik denk dat er zometeen namelijk hele goede vechts uitkomen. En zometeen komen er ook weer, hij had ook altijd vechts uit het buitenland. En ja, die gaan zometeen ook weer komen. Want ja, bij ons kan je sparren houden. Ja. We hebben kampioenen in alle gewichtsklasses. Of kampioen, mensen die meedoen voor de titel. Dus ja, je hebt in alle gewichtsklasses goede jongens. Ja, dan kun je vechten. Hey Mike, ik wil je echt bedanken voor het interview. Graag gedaan.